Nederland heeft op één na grootste bierproductie ter wereld. Maar hoe maak je bier nou eigenlijk? Wij zoeken het vandaag bij Baks Bier voor je uit. Ga je mee? Hoi! Hoi! Nou, dit is Fan. Fan neemt ons vandaag mee in de fabriek van Baks Bier. Fan, wat doe je hier eigenlijk allemaal? Ik ben de hoofdbrouwer van Baks Bier. Dus ik maak daadwerkelijk het bier. En ik zorg ervoor dat alles zeg maar, in een verpakking komt, in een fust, dat alles wordt geregeld. Ik zorg ervoor dat er de juiste ingrediënten zijn en de recepten natuurlijk worden gemaakt. Dus kom heen, dan gaan we eens even kijken. Waar leven jullie eigenlijk allemaal aan? Eigenlijk heel Nederland en ook stiekem al wel een beetje in het buitenland. Er zijn plekken in Denemarken, volgens mij in Oostenrijk, Zwitserland. We zijn zelfs een keer gespot in Australië. Dus Baks Bier gaat wel international? Ja, ja, zeker, zeker. We doen hard ons best. Dit is onze graankamer. Ja. Iedere zak bevat ongeveer 25 kilo gerst of tarwe. We maken een mix van allerlei granen met allerlei kleurtjes. Zodat je ook verschillende kleuren bier kan maken, verschillende smaken bier kan maken. En die gaan dan door die schrootmolen daar. En dan breek je eigenlijk zeg maar, de graankorrel open. Zodat dat meel fijn komt. Jij bent dus brouwmeester, maar hoe word je dat uiteindelijk? Het is niet echt opleidingen, er zijn wel wat opleidingen. We zijn bijna niet te betalen. Het is vooral heel veel uitproberen. Niet bang zijn om iets weg te gooien, want als het mislukt, dan is het mislukt. Kwaliteit boven alles. En dan een beetje technische kennis is handig. En het gewoon gaan doen. We zijn vanochtend om 7 uur begonnen met bijna 2000 liter aan water. En 750 kilo aan graan. Die gaan hierbij in. En dat draait dan een x aantal uur draait dat rond op een bepaalde temperatuur. En dat, tijdens die fase wordt eigenlijk de enzymen die in de mout zitten, die zetten de eiwitstrengen om tot eetbare suikers. Dat hebben we, na die paar uur hebben we dat overgepompt naar deze tank. En hier zit dus eigenlijk de massa in. Vloeistof plus graan. Hoe lang duurt het hele proces totdat we hier dus eigenlijk een heel vat met bier hebben? Nou ja, het lange verhaal is ongeveer een maand. Hier zit bier in wat we gisteren hebben gemaakt. Ja. Het is een 2000 liter tank. En zoals je kan zien, zeg maar, aan de zijkant hebben we een waterslot, noemen we dat. Dus de alcohol wil erin houden, maar de CO2 laten we ontsnappen. En dan totdat, zeg maar, de gist eigenlijk verzadigd is, dus dat hij de suiker op heeft gegeten die hij wil opeten. En dan heb je dus een bepaald alcoholpercentage. Deze vriezers liggen allemaal vol met hop. Iedere zak zit ongeveer 5 kilo in. Nou, hop. Je kunt het eten, ik zou het niet doen. Het is heel bitter. Ja? Zal weten. Het is inderdaad heel bitter. Ja. Oké, dit was het proces van tot bier. Maar ja, vervolgens moet natuurlijk wel een blik komen. Ja. Hoe gaat dat dan? Kom mee, ga ik laten zien. Ze komen op een lopende band en dan worden ze gevuld. Het gaat vrij rap, 25 blikjes per minuut ongeveer. Proost.